Utrechtse Airbnb's moeten belasting betalen. En bomen langs de grachten worden gekapt. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Utrechters die hun woning via Airbnb verhuren gaan straks toeristenbelasting betalen. En ook mogen ze kamers niet meer voor onbepaalde tijd verhuren. Verhuurders zijn niet enthousiast over de nieuwe regels van de gemeente. Dit is wat ik noem de voorkamer. De mooiste van het stel. De bedden. Sietse Koopmans heeft al 12 jaar een bed and breakfast aan de Utrechtse Lange Nieuwstraat. Boeken via Airbnb heeft hij er een tijdje geleden bijgenomen. Er komen vooral zakenlieden op zijn 3 kamers af. En een eigen badkamer. En dat worden mensen heel erg gewaardeerd. De meeste gasten boeken nog altijd op de ouderwetse manier. Toeristenbelasting betalen, dat vindt Sietse heel normaal. Maar of andere Airbnb-verhuurders dat ook willen, dat moet nog maar blijken. En controleren met inspecteurs, dat wordt volgens Sietse heel lastig. Ja, de vraag is, je komt niet aan de adressen van al die mensen die via Airbnb vuren. Althans, Airbnb zal ze niet ter beschikking stellen. Die staan nogal op privacy. Dus je zult mensen moeten verleiden om zichzelf te melden. Wat voor mij het aantrekkelijker zou maken voor een Airbnb-adres is dat je de procedure simpel maakt. Dat je met een simpel formulier wat je op kunt sturen je toeristenbelasting meldt. Want nou, ik doe het dan professioneel. Ik ben er toch elke keer mee bezig. En het is heel kwetsbaar. Als je ook maar even een foutje maakt, dan donder je uit het systeem. En dan moet je een nieuw wachtwoord aanvragen. Dan ben je weer 14 dagen verder. Volgens Sietse komen er steeds meer mensen die via Airbnb een kamer of zelfs hun hele huis verhuren. Je moet wel meedoen als je een gewoon bed and breakfast hebt, zo zegt hij. Tot voor 2-3 jaar dacht ik Airbnb, daar vang je wat jongere mensen mee, onder de 30. Op dit moment merk ik dat alle leeftijden via Airbnb boeken. Ik had laatst zelfs een vrouw van 70, alleen die liep vast in het boekingsprogramma, dus heb ik even moeten helpen. Sietse hoopt dat er toch een systeem van controle te verzinnen is, want anders wordt het betalen van toeristenbelasting steeds oneerlijker. Wij betalen al jarenlang trouw onze toeristenbelasting. Dat doe ik ook met liefde, want ik weet waar het voor gebruikt wordt. Maar die hele grote groep met mensen die via Airbnb verhuren, die horen dat ook te doen. Ja, vanmiddag om 5 uur in U Vandaag geeft de Utrechtse wethouder Krijkamp uitleg over de maatregelen die hij wil nemen. En de gemeente Utrecht gaat de zaag zetten in flink wat bomen aan de Oude en Nieuwe Gracht. Die hebben namelijk te lijden gehad onder de werkzaamheden aan de historische werf. Het gaat om 19 bomen die fors gekortwiekt worden. En 5 bomen worden zelfs helemaal weggehaald. Ze staan niet meer stevig en dat kan gevaarlijk zijn. Je maatregelen nemen, bij sommige vellen, bij anderen moeten we ze innemen. Nou, er wordt nog steeds hard gewerkt aan de gracht. Die wordt gerestaureerd. En een aantal bomen op die smalle werf verliezen daardoor hun grip. En wellicht worden er nog meer bomen aangepakt. Dat is mogelijk. Kijk, we zijn zo secuur mogelijk. We kijken echt iedere boom aan hoe we de werkzaamheden uit gaan voeren. Ja, die mogelijkheid zit erin dat daar waarschijnlijk meer bomen gaan sneuvelen. Maar nogmaals, we zijn echt heel secuur en we doen echt alles aan om dat beeld hier van die oude gracht gewoon goed te bewaren. Nou, de bomen die echt weg moeten, die worden morgen omgehakt. Utrecht staat op de lijst van de meest duurzame steden ter wereld op de 8e plek. Dat blijkt uit onderzoek van een Amersfoort ingenieursbureau. Vooral op het gebied van milieu scoort Utrecht goed. En ook op sociaal gebied heeft de stad het goed voor elkaar. Utrecht doet het beter dan Amsterdam en Rotterdam. De Ronde Venen zoekt een alternatief voor de rubberen korrels in kunstgrasvelden. De gemeente en sportverenigingen willen alvast een plan hebben als blijkt dat die korrels daadwerkelijk kankerverwekkend zijn. Of dat zo is, wordt eind dit jaar duidelijk. Het RIVM maakt dan resultaten van een onderzoek bekend. Wijk bij Duurstede organiseert samen met de politie een informatiebijeenkomst voor inwoners die een WhatsApp-buurtgroep willen beginnen. Via dit soort groepen houden mensen elkaar op de hoogte van verdachte situaties. Om zo bijvoorbeeld inbraken te voorkomen. De bijeenkomst is vanavond om 8 uur. Het inkomen van Utrechtse gezinnen met kinderen die afhankelijk zijn van een uitkering is structureel te laag. Dat zegt wethouder Everhart, die in Den Haag aan de bel trekt. Als het Rijk die uitkeringen niet verhoogt, kan de gemeente echte armoede voor deze gezinnen niet voorkomen. Bunschoten gaat problemen met buitenlandse inwoners aanpakken. In het dorp werken zo'n 900 Polen, maar die houden zich niet aan de regels. Per huis mogen 4 buitenlandse werknemers wonen, maar dat zijn er in de praktijk vaak veel meer. De gemeenteraad is deze illegale praktijken zat. Het is een vertrouwd beeld. Poolse arbeidsmigranten achter de lopende band in fabriekshallen in Bunschoten. De Poolse mensen werken hard en de bedrijven zijn over het algemeen erg blij met hen. De VVD is van mening dat dit zeker welvaartseffecten met zich meebrengt en we moeten dit daarom als overheid zeker faciliteren. Maar de uitzendbureaus die de honderden Polen huisvesten overtreden op grote schaal de regels. Er wonen meer Polen in een woning dan is toegestaan. Wat ze nu doen is illegaal, dat is duidelijk. En daar proberen we een eind aan te krijgen. Als je bijvoorbeeld een woning hebt waar 15 mensen in zitten en er is maar 1 toilet of er is maar 1 douche. Dat zijn omstandigheden die ik niet in dit land vind thuispassen. Het Vissersdorp werd eerder dit jaar opgeschrikt door geweldsincidenten en schietpartijen waarbij Polen betrokken waren. Een van de oorzaken zou zijn dat de Polen te dicht op elkaar wonen. Wethouder Nagel belooft de arbeidsmigranten voortaan beter in de gaten te houden. We hebben bewust beleid vastgesteld dat bij meer dan 4 ontheffing moet worden gevraagd. Nou, als dat niet gedaan wordt en men heeft daar een hele lijst van, ja, dan moeten we dat dus gaan controleren. Dus zijn die controles blijkbaar ook nodig? Ja, het is heel duidelijk. Het is eigenlijk in het algemeen zo. Je moet beleid blijven controleren. Je moet blijven controleren of het goed uitgevoerd wordt, anders gaat het mis. Maar het is de afgelopen tijd blijkbaar dus wel misgegaan. Er is inderdaad een steek gevallen. Het aantal Polen dat in Bunschoten werkt neemt ieder jaar toe. Volgens de VVD is de extra controle alleen niet genoeg. Maar moeten er ook strengere regels voor huisvesting komen? De economie trekt aan. Ik heb uitzendbureaus gesproken. Ze verwachten 25% toename van de arbeidsmigranten door de toenemende economie. Dus ook in de toekomst, hoe gaan we dat vormgeven? En daar moeten we, denk ik, toch nog wel echt goed de vinger aan de pols houden. En daarom blijft het onderwerp ook nog wel even op de politieke agenda van Bunschoten staan. Ja, we hebben het allemaal wel eens gedaan toen we jong waren. En meestal was het het leukste onderdeel van gym. Apenkooien. Maar ja, als je eenmaal volwassen bent, dan doe je het eigenlijk niet meer. Tot nu, want in een Utrechtse gymzaal kun je als volwassene je helemaal uitleven. Ready, steady, set, go! Voor wie het vergeten is, apenkooien is een spel waarbij je de grond niet mag raken. Tegelijkertijd proberen jagers je te pakken. En wanneer je geraakt of getikt wordt, ben je af. Dus ja, je moet eigenlijk zo snel mogelijk de tikkers ontwijken en zorgen dat je niet gepakt wordt. Niet geraakt worden dus. Maar wat verder nou de spelregels zijn? Om eerlijk te zijn, weet ik het niet. Ik ren gewoon als een gek door de zaal. Ik spring over al die dingen heen die hier staan. En dan zie ik het wel. Als iemand roept af, dan ga ik af. Gelukkig krijgen ze extra instructies van Han. Hij is vandaag de meester. Daar moeten alle aapjes goed naar luisteren. Dus op het moment dat als ik hier als jager sta en ik zie daar een aap op de kast, dan kan ik hem alsnog, dus van een afstand afgooien. Ik organiseer dit omdat ik graag mensen een glimlach op het gezicht wil brengen. Spelenderwijs is het heel mooi om mensen in beweging te krijgen. Tja, overdag zijn deze mensen gewoon student of hebben ze een serieuze baan. En nu wanen ze zich allemaal even in groep 7. Zeker, nostalgie naar vroeger, dat brengt het kind weer in je omhoog en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk weer die vrijheid hebt. En daarom apenkooien de deelnemers maar al te graag mee. Nou, ik hoorde dat het in Utrecht was. Vroeger fantastisch, apenkooien, gym, het leukste wat er was op school. Ik dacht, dat wil ik meemaken, de eerste les gelijk. Go, 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 go! De spieren zijn wel lekker opgewarmd, maar klimmen, klauteren en springen, dat verleer je niet. Nee, je bent nooit oud hiervoor. Nou, het is net zoals vroeger dus. Vindt u het ook leuk? Je kunt elke woensdag apenkooien op de Amsterdamse straatweg. Dan krijgt u tot slot nog het weer. Het is overwegend bewolkt, maar soms laat de zon zich even zien. Het is dan op de meeste plekken 12 graden. Vanavond dan neemt de bewolking weer toe. Later gaat het ook regenen. Het is dan uiteindelijk afgekoeld tot een graad of 7. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Heel graag tot dan.